Morning, morning, morning. Het is 8:15 en mijn nacht was echt veel te kort. Ik heb zo'n zin in vakantie. Ik wil uitslapen. Maar ik moest gewoon nog heel veel vlogs en dingen inhalen. En natuurlijk familie en vrienden zien voordat ik weer wegga. Het is gewoon echt net iets te kort dat je zeg maar binnen een week dat je terug bent eigenlijk alweer weg. Maar oh wel, vandaag ga ik echt weer een workout doen, want ik heb het gisteren gemist. Ik merk dat het me gewoon zoveel meer energie geeft als ik dat in de ochtend doe. Eerst ga ik even ontbijt 1 doen. Dat is bevroren fruit. Ik vind bevroren fruit oprecht best wel lekker. Een beetje net snoepjes. En dan is het tijd om te trainen. De theme song van vandaag. Is it worth it? Let me work it. Put my thing down, flip it and reverse it. No, 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 no. If you got a big elephant, let me search it. Let me find out how hard I gotta work it. No, 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 no. I still want you. Te kijken en ik zie echt zoveel comments al de hele tijd van ik word er zo verdrietig van als je travel vlogs stoppen of ik vind het zo jammer, ik ga ze missen, het hoort bij mijn ochtendritueel. Ik word er oprecht zelf ook heel verdrietig van als ik erover nadenk dat ik dat niet meer zou doen. En morgen ga ik natuurlijk op cruise en dan ga ik weer, weet je, dan heb ik zeg maar nog sowieso 13 dagen travel vlogs, om het zo maar te zeggen. Ik hoop dat jullie dat ook leuk vinden, want het is een luxe vakantie. Maar ik weet niet wat ik daarna ga doen, want daarna ben ik 6 weken thuis. Voordat ik weer wegga, begin september ga ik weer richting Maleisië. En ik ben benieuwd, hoe vond jij deze week? Vind je dat leuk om dat nog steeds elke dag te zien? Of zeg je van, nou Yves, ik vind je travel vlogs leuker dan als je thuis bent? Het is gewoon heel eerlijk, ik hou daarvan. Zolang je het gewoon netjes houdt en niet zegt, hey stomme trut. Je ziet er niet uit en je moet nooit vloggen. Ja, dat kan ik je niet helemaal serieus nemen. Maar goed, weet je, als je gewoon zegt, joh, weet je wat je op reis meemaakte? Dat is een stuk spannender dan wat je thuis meemaakt. Fine for me. En natuurlijk ben ik ook heel erg aan het nadenken wat ik met mijn kanaal moet doen. Want ja, de video's die ik nu tijdens mijn reis heb gemaakt, dat zijn er al bijna 70. Dat is al meer dan wat ik in 1,5 jaar met mijn gewone, weet je, Enterprise Me TV video's heb gedaan. En het gaat me zo moeiteloos af. En het brengt me zoveel plezier. En ik weet het gewoon niet. Dus ik wil jouw gedachten daarover horen. Ik vind het echt heel belangrijk. Misschien denk je van, oh, maakt niet uit of ik een comment achterlaat. Jawel. Voor mij maakt het echt heel erg veel uit wat jij daarvan vindt. En ik wil gewoon weten, vond jij dit leuke vlogs? Zeg je van, Yves, die 6 weken dat je thuis bent, blijf dan doorvloggen? Of zeg je van, nee, wacht maar tot begin september en vlog maar alleen tijdens je reizen? You decide. Laat maar even weten. Maar ik zou oprecht heel verdrietig zijn. Ik weet niet, zelfs dit thuisvloggen vond ik al echt heel leuk om te doen. Omdat ik jullie, ik weet niet. Ik vind jullie ook gewoon zo leuk. En ja, ik weet niet hoe vaak ik het moet zeggen, maar jullie zeggen van, oh, je inspireert me, bla bla. Jullie inspireren me ook. Ik vind het zo leuk om jullie verhalen te horen. Je mag je altijd voorstellen. Ik wil weten wie je bent, wat je verhaal is, waar je vandaan komt. I love hearing it. En ik ben sowieso in het dagelijks leven al gek op nieuwe mensen leren kennen en hun verhaal horen. En dit is zo'n makkelijke manier om heel veel mensen tegelijkertijd te leren kennen en om zoveel verhalen aan te horen. En dat is misschien wat ik het ergste zou missen als ik niet zou vloggen, dat ik je gewoon niet elke dag spreek. En dat, ja, yeah, it just makes me sad, man. Ik word er gewoon verdrietig van. En ja, yeah, ik weet niet. Laat maar weten wat je ervan vindt in de comments. Die workout ging crap trouwens. Happens. Je kan er niks aan doen. Het kan niet altijd maar perfect zijn. Gewoon lekker ontbijten en doorgaan met je dag. Ik heb een crazy draaiboek vandaag en ik ben al uitgelopen. Oh wel, komt wel goed. Ik heb nog niet gedoucht, maar weet je, ik ga eerst even een vlog editen. Dan heb ik een iets rustiger gevoel. En dan ga ik daarna wel douchen en lunchen en dat soort dingen. Dit weer is perfect. Ik vind alles om de 27 graden te koud. En echt, hoe heter, hoe beter. Ik weet dat er genoeg wintermensen onder ons zijn, maar ik
Oh, het kan niet warm genoeg zijn. Aangezien we helemaal niks meer in huis hebben en ik geen boodschappen heb gedaan voor deze week, ga ik nu heel even naar de Albert Heijn to go om even een salade te halen of iets en nog eten voor Stefan. En dan, dan heb ik weer te eten en gaan we weer verder met work. Oh yeah, lunch is ready. Ik heb rijstwafels uit de kezen. Ik heb één hele avocado verspreid over 3 rijstwafels en een beetje zout eroverheen. Yum! Ik ga heel even een klein powernapje doen. Deze nacht was echt gewoon te kort. En powernapjes werken. Daarna werk je veel beter. Het moment dat je make-up besluit. Hey, jij hebt een goede make-up dag nodig. Bam! Ik ben echt heel blij met dit dingetje. Deze uitkomst. Snel even de zaterdagvideo opnemen. En dit is de video. Wat is nou clean eating? Let's go. Hey! Kijk wie er thuis is. Woehoe, bekende setting toch? En ik heb een ketting om sinds Hongkong. Maar toch, ik heb weer een ketting om. Winning in life. We gaan snel beginnen met de video. Wauw, wat is het fijn om weer in mijn vaste setting te filmen. Alles is gewoon goed, weet je wel. Als ik naar het beeld kijk, denk ik niet, dat is echt heel lelijk licht. Of wat doet die lelijke vlek op de muur. Of wat een opluchting. Nou, de video staat erop. Kom, we gaan een to-do-list afvinken. Ik heb ze speciaal opgespaard. Let's do this. Boom, 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 boom. Oh yeah, winning in life. Ik ben zelfs eerder klaar. Check hoe laat het is. Het is 3:50. Wat zal ik gaan doen? Ga ik een vlog editen? Ja, ik ga denk ik een vlog editen. Woep, 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 woep. Tussendoor tijdens het editen even een snack met nootjes. Oh, daar gaat er eentje probeert te ontsnappen. No. You will go into my belly. Ik wandel nu eventjes naar de grote Albert Heijn. Daar hebben ze een wat groter assortiment. Dus dan kan ik even wat halen voor het avondeten. Man, ik snap nu echt hoe mensen uit tropische landen zich voelen wanneer ze naar Nederland komen. Het is vandaag ook weer 30 graden. En het is een beetje afgekoeld. En ik heb het koud. Het is echt niet normaal. Ik weet niet, kan je zo snel wennen aan warm weer en dat dat normaal is of zo? I don't know, man. Maar gelukkig gaan we morgen weer naar Barcelona. 31 graden. Mm. Dinner is served. Zilvervliesrijst met tofu en Surinaamse bruine bonen. Bomen? Wauw, bonen. Winning in life. Als je je afvraagt, yo, chick, waar heb je dan zo druk mee? Je werkt niet. Nou, met dit. Want ik heb geen idee of ik op de cruise internet heb. Ik ga er eigenlijk vanuit dat ik dat niet heb. En ik heb dus, dit is allemaal vooruitgewerkt. Dit moet ik allemaal nog gewoon inplannen. Maar dat is niet zo heel veel werk. En dan, boom, tot volgende week woensdag heb ik nu af. Ik moet die nog uploaden. En dan ga ik zo meteen, aan het einde van deze dag, ga ik deze vlog nog editen. En dan heb ik tot volgende week donderdag heb ik vooruitgewerkt en hoef ik me geen zorgen te maken. Tegen die tijd kom ik vast wel een Starbucks tegen om te uploaden. En zo niet, als er volgende week vrijdag geen vlog online staat, dan weet je wat er aan de hand is. Oeh, wat een opluchting dat dat allemaal gedaan is. Het grote inpakfeest gaat nu beginnen. Ja, dat begint daar. En hier. Het makkelijkste vind ik zelf altijd om het hele bed leeg te maken en daarop alle kleren zeg maar in stapeltjes te doen. Oh, trouwens. Ik ga zo asociaal veel kleren en schoenen en tassen meenemen. Zie dit maar gewoon als een YOLO vakantie. Wanneer ik aan het backpacken ben, dan is dat clean packing. En dit is gewoon YOLO. Lekker gewoon alles meenemen wat ik kan meenemen voor die 23 kilo. Wat ik ook super handig vind om te doen, en ik had dat getest in Hongkong, is van tevoren alle outfits bedenken, daar een lijst van maken of zelfs foto's van maken. En wanneer je op vakantie bent, dan scroll je daar gewoon doorheen en dan kies je een outfit. Wat ik namelijk heel vaak heb, en het irriteert me echt dood, ik vind het verschrikkelijk, is dat ik hartstikke veel leuke kleren meeneem en dan ter plekke de outfits ga zitten bedenken en dan ineens niks heb om aan te trekken. Steek een duimpje omhoog als je dit ook hebt. En ik snapte nooit, hoe kan dit? Waarom is dit? Ik snap het nog steeds niet, maar ik weet wel wat de oplossing is. Gewoon van tevoren alle outfits maken en wanneer je daar bent, dan kan je gewoon outfit kiezen. Hup, brainless, gewoon aantrekken en gaan. Dat ga ik dus nu doen. Oh.
is al 3:15, maar voordat ik ga slapen, wil ik je voorstellen aan, ja, ik denk mijn grootste schat. Ik heb hem nog nooit gebruikt, maar door Bonnie, Bontien, van het kanaal Bij Bontien, heb ik de moed verzameld om er toch echt de straat mee op te gaan. Ik denk dat je al wel kan raden wat hierin zit. Let's unbox it. Natuurlijk heb ik hem wel eerder eruit gehaald, maar het is nog nooit gebruikt. Kom op. You can do it. Oké, toch misschien met twee handen. Daar gaat hij dan. Wat denk je dat het is? Het is de... Yup. De classic der classics. De 255. Ik heb hem echt al een hele tijd en nog nooit gedragen, omdat ik gewoon te bang was dat ik broos zou worden. Ik heb hem in lamsleer, wat eerder krast. Maar ik dacht, ja weet je, als ik hem koop, dan koop ik ook echt de versie die ik het allermooiste vind. En ik ga hem deze cruise, ga ik hem gewoon gebruiken. Voor het eerst. Ik vind het oprecht echt heel spannend. Maar zoals Bontien ook zegt, weet je, als ik hem ooit kwijtraak of moet verkopen omdat ik, weet ik veel, het geld nodig heb of zo, dan wil ik hem in ieder geval zeker gebruikt hebben en heel veel plezier van gehad. Dus dat gaat deze vakantie gebeuren. Wauw, 3:30. Dit had ik echt niet aanzien komen. Goed, snel slapen. Morgen gaan we een cruise maken. Misschien is het jouw eerste cruise. Het is zeker mijn eerste cruise. Superleuk dat we dit ook samen mee gaan maken. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, klik dan hier, want dan krijg je alle video's automatisch. Mocht je zoiets hebben van, wat is er gisteren gebeurd? Dan kan je hier klikken voor de vorige aflevering. Of misschien vind je het leuk om oude travel vlogs terug te kijken. Dat kan natuurlijk ook. Dankjewel voor het kijken. Welterusten. Tot morgen.